We moeten het hebben over dat onderwerp en ik heb uiteindelijk gemeend dat uh, op een uh, actieve, onafhankelijke manier ik daar meer over kan zeggen en meer van betekenis kan zijn dan in de Tweede Kamer. Dan ja. in de Kamer als één dus, van de honderd En dus zit u hier aan een tafel en dat blijft u doen. De komende tijd gaat u zich mengen in het maatschappelijk debat hierover. Um, ja, want ik heb mij, um, weet je, ik zit natuurlijk al uh, anderhalf jaar zit ik uh, op mijn vingers en bijd ik mijn uh, tong af. Ik heb natuurlijk vele discussies meegemaakt. Uh, nou ja, ik kan vele voorbeelden noemen. De avondklok was er ook zo eentje. Het OMT-advies daar stond in. Uh, twee um, uh, literatuuronderzoeken en naar de Franse situatie is te kijken. Oh ja. Is gekeken. Nou, Frankrijk was niet te vergelijken met hoe Nederland oh. op dat moment was vormgegeven. Uiteindelijk zegt Ernst Kuipers ook van nou, het heeft ook eigenlijk geen effect gehad. Nee, zei hij achteraf. En nu zegt hij, we hebben het wel gedaan met zallen. En nu zei hij, ik zei eigenlijk al, doe het nou niet. Nou, ja. en uh, nu hebben we weer um, nou ja, we nu een Lockdown, nou, Daar gaan we het direct over hebben. Uh, nu hebben we ook weer de mondkapjes. Uh, opeens zijn die katoenen uh, die ja, werken niet meer. Ik dacht, en ik zat dus, ik zat dat advies dus te lezen. Ik denk, nou, nou komt er een hele onderbouwing waarom dit nu effectief is. Hm. Nou, zo'n stukje tekst, uh, geen onderbouwing. En dan denk ik bij mezelf, mensen, als het helpt, hè, dan gaan we het met z'n allen doen. Maar de vraag of dat zo is, want het onderzoek wat tot op heden heeft plaatsgevonden hiernaar, is natuurlijk naar de Delta-variant. We hebben nu een variant die vele malen besmettelijker is. En het gaat mij, ik, ik vind het, weet je, het gaat inmiddels ook over geloofwaardigheid van de overheid. Ja. Uh, hoe krijg je mensen er nog van overtuigd om iets te doen wat in het belang van ons allemaal is, als je elke keer op basis van. Nou, soms uh, paniek, um, um, niet goed doordenken wat de effecten zijn van wat je doet. Mm. En het raakt ons uiteindelijk allemaal. En even dat u bent geen corona-ontkenner, u bent geen nee, vaccinatie-ontkenner. zeker niet. Het is een serieus probleem. Het Alleen u zegt: je moet niet zulke ingrijpende maatregelen nee. nemen.